Net zo lang sleutelen aan DNA totdat je een kind krijgt zonder erfelijke ziektes. Kan dat? En willen we dat ook? Dat gaan we onderzoeken en dit is het lab. Voor het eerst in de geschiedenis kunnen we DNA ook repareren. Dat is behoorlijk revolutionair, toch? Ja, dat is heel revolutionair. De techniek heet CRISPR-Cas. En eigenlijk hebben we nu voor het eerst het precisiegereedschap in handen waarmee we DNA ook kunnen repareren. We wisten wel al hoe DNA in elkaar zit, maar nu kunnen we er echt mee gaan knippen en plakken. Kijk, dit is het beeld van de DNA-helix zoals we hem allemaal kennen. Twee strengen en met elke traptreden wordt met een letter weergegeven. En het is eigenlijk een code. Ik vergelijk dat wel eens met een draaiorgel. Een draaiorgel kan eigenlijk ook alleen functioneren als je er een code doorheen voert. Dat is zo'n draaiorgelboek. En die code wordt gelezen en daardoor komt daar de muziek uit die je wil. Zo is dat in je cellen ook. Specifieke plekken in de DNA geven bijvoorbeeld aan je spiercellen aan hoe ze precies moeten samentrekken. Als daar iets fout zit, hè, bijvoorbeeld hier staat een fout, nou dan hoor je dus geen tromgeroffel. In je spieren gaat het dus bijvoorbeeld zo dat als er een fout zit, de spier niet goed samentrekt. Dan heb je de ziekte van Duchenne. We kennen eigenlijk heel veel van die ziektes al. We weten welke fouten welke ziektes veroorzaken. Maar tot nu toe hadden we geen mogelijkheid om dat ook te repareren en die mensen te genezen. Maar dat is dan waar CRISPR-Cas om komt kijken. Ja, CRISPR-Cas is een techniek waarmee je echt in DNA kunt knippen en het weer aan elkaar kunt plakken, precies op de plek die je wil. En dat CRISPR-Cas dat bestaat eigenlijk uit twee onderdelen. Het één is eigenlijk een moleculaire zoekmachine die precies vindt waar er geknipt moet worden. En dan heb je het Cas-eiwit en dat is echt een moleculaire schaar. En die voeg je allebei toe in de cel die je wil repareren. Stel dat dit het gen is dat bij de ziekte van Duchenne kapot is, dus dat gen wat je spieren aanstuurt, dan als je dat wil repareren, dan zul je eerst de plek moeten vinden waar je de knip moet gaan zetten en waar je het weer aan elkaar wil plakken. Nou, wat je dan doet is, je ontwerpt eigenlijk het stukje DNA zoals het eruit hoort te zien. Dus bijvoorbeeld, dit is eigenlijk hoe het zou moeten zijn. Ja. De tweede is dat je vervolgens dat toevoegt aan die cellen en dat er eigenlijk een soort zoektocht ontstaat langs die hele DNA-slier om te kijken waar dat precies past in je cellen. Wordt dit DNA eigenlijk afgescand totdat je precies op de plek bent, kijk hier, waar het precies past. Ja. En dan zeg ik wel precies past, maar het past niet precies. Want hier zit een verandering, hier zit een fout en daar ook. En als die hier zit, dan komt het Cas-eiwit, dat is een moleculaire schaar, en die gaat knippen. Dus daar gaan we aan de slag. Het defecte stuk is eruit, het nieuwe stuk is erin. Het enige wat er dan nog gedaan moet worden is het aan elkaar plakken. Eigenlijk doen je cellen dat automatisch. Dus de cel kan zelf, als de DNA kapot is, het weer aan elkaar plakken. En in principe heb je hiermee dus het gen gerepareerd. En als deze code dus wordt afgelezen, dan functioneert die cel weer zoals die hoort. En dit gaat dus over een gen wat in spiercellen heel erg belangrijk is. Kun je die techniek van het knippen en plakken dan ook bij kinderen met de ziekte van Duchenne toepassen? Dat zouden we eigenlijk wel heel graag willen, maar die kinderen hebben natuurlijk al miljoenen spiercellen en het is bijna niet te doen om al die spiercellen te injecteren met die CRISPR-Cas en dat goed te repareren. Dus we hopen dat het gaat lukken, maar waar we nu ook aan denken is een strategie om te repareren als er nog maar één cel is. Dus als je een eicel bevrucht met een zaadcel, dan zou je op dat moment ook die CRISPR-Cas kunnen toevoegen en dan de reparatie uitvoeren. Met deze prachtige techniek kan je dan in feite ervoor zorgen dat er nooit meer een kindje met de ziekte van Duchenne geboren wordt. Er zitten toch wel wat ethische vragen aan deze techniek. Kijk, we hebben het nu over repareren, maar je kunt ook denken aan verbeteren. Kijk, als je naar dat draaiorgel kijkt en zegt, kunnen we die trom iets meer laten roffelen? Dat kan technisch gezien. En je kunt iets meer spiermassa inbouwen. Maar dan zou je ook in een reageerbuis een soort superbaby kunnen maken die hartstikke intelligent is. Ja, dat is wel waar je dan meteen aan denkt. Je moet wel goed realiseren dat soort eigenschappen waar we graag een beetje aan willen sleutelen, hè, emotie, intelligentie, musicaliteit, sportiviteit, dat zijn dingen die eigenlijk niet op één gen te vatten zijn. Het is alsof je dat draaiorgelboek hebt voor een stuk van Mozart en je zegt, goh, laten we daar eens een stuk van Bach van gaan maken. Weet je, dat kan technisch helemaal niet. Dat betekent niet dat we leidzaam moeten afwachten en maar gewoon zeggen de techniek zal het wel voor ons oplossen. We zijn er zelf bij. Wij moeten bepalen wat we willen en we moeten gewoon regels maken en afspreken wat we goed vinden en niet goed vinden. Knippen en plakken in ons DNA is al lang geen toekomstmuziek meer. Maar of we dat ook willen, dat is nu de vraag. Dit was het lab. Heb je zelf nou ook een vraag? Zet hem dan hieronder in de comments en dan gaan wij ermee aan de slag.